Hallo lieve vrienden, welkom bij een nieuwe vrachtwagenchauffeur Vincent, aflevering 27. Maar ik heb een verrassing voor jullie, spontaan een nieuw intro, een nieuw liedje, nieuwe beelden, een nieuwe vrachtwagenchauffeur, het wordt gewoon vet. Luister goed en geniet. Let's go. Vroom vroom. In mijn mooie wagen scheur ik door het land. Zit ik weer in de problemen, heb een hekel aan Duitsland. Oh, dit is zo creepy. Let's go, vrachtwagenchauffeur. Ik ben nu adviseur, met een goed humeur, Vincent chauffeur, ja. Zo jongens, en we zijn gewoon terug bij jullie. Even kijken. Zo, wat vonden jullie van de intro? We zijn terug en we gaan dit keer van Polen naar Duitsland rijden. En ik heb natuurlijk een hekel in Duitsland, zoals je een beetje in dat nummer hoorde. En ik ben helemaal gereed. Mijn stuur staat weer geïnstalleerd. Mijn gaspedaal staat weer geïnstalleerd. We kunnen lekker gaan vertrekken vanuit Polen. Ja, Polen is natuurlijk het land van de jatten. Nou ja, dat is algemeen toch, hè? Het land van het jatten, zeg maar. En mijn game is iets vloeiender, gelukkig. Ik heb het gefixt. Ik vond de game niet heel vloeiend in de vorige aflevering, dus ik dacht er gelijk even naar kijken. Dus ik heb het grafisch wat minder naar beneden gedaan, zodat het wat vloeiender liep voor jullie. Wat de fuck gebeurt er? Mijn vrachtwagen zit stuk, vast. Het begint er goed. En wat ik vervoer is deze prachtige, nou ik laat het gewoon even zien jullie. Zoveel graafmachine. Of wat, ja, een graafmachine of iets. En een, weet ik het allemaal niet. Maar ik moet ervoor zorgen dat ik een ruime bocht neem, zodat ik langskom met dit grote gezeur op achterop. Ik heb dus echt voor het eerst, nou ik weet niet of we het eerder hebben gehad, maar ik heb een leuke, dure, grote, langwerpige vracht. Twee auto's moeten vervoerd worden in het donker. En we zijn hier in Polen. Je zou het niet zeggen, het is een beetje een sombere omgeving hier. Niet schrikken, ik schuif de microfoon wat dichterbij. Kunnen jullie eventjes... We gaan lekker op de weg. Heerlijk, we zitten weer op de weg. Wat vond u van de intro trouwens? Ik heb mijn best gedaan. Het was weer tijd tot vernieuwing en ik dacht ik ga een nieuw liedje maken. Een nieuw intro liedje. Hij is natuurlijk wat langer nog, hè, het intro nummer. Het is een heel liedje. Maar die komt nog niet online. Daar moet je op wachten. Zo. Trouwens, wat ik trouwens bij deze auto's moet doen is wachten... Een beetje een grote bocht nemen. En we gaan Bjatistok rechtdoor. Nou, ik volg gewoon mijn tomtom. Ik ga eerst kijken wat we vervoeren. Dat is belangrijk. We hebben namelijk gravers. Oh, het zijn gravers. Wat moeten we hier naar rechts? Ja, we moeten de weg volgen. We hebben gravers. Dat is onze huidige opdracht. En we gaan het Jongens, ik kom niet uit mijn woorden, joh. We gaan van Kiel naar Stokes, gewoon van Polen naar Duitsland. En we worden verwacht tussen donderdag 12:15 en donderdag 6:55. Oké, dus we kunnen de hele dag arriveren en ons inkomen. We krijgen $21.000. Je begrijpt dat het wel heel veel geld is. 21.000 euro om het zo te noemen. En ik ga met 80 ga ik hier door het stadje heen. En dat is denk ik niet de bedoeling, dus ik neem wat gas terug. Ik zie namelijk ook nu links onderin zie ik 50 staan. Ik hou me daar even aan. Want ik heb eigenlijk helemaal geen trek in boetes. Dat heb ik al zo vaak gehad. En ja, weet je, ik moet me gewoon ook eens een keer aan de regels houden. Want daar kijken jullie voor, weet je. Want dadelijk gaan jullie rijbewijs halen. En van ja, dan rijden jullie door rood en dan rijden mensen aan. Ja, Vincent deed dat ook. Ja, maar dan deed dat niet goed. Kijk, bij groen moet je gewoon doorrijden. Dat is die man voor me. Perfect. Nou, er is ook een update gekomen van Truck Simulator. Bugfixes. Het verkeer zou soepeler gaan. Ik geloof dat er een nieuw stuk land bij is gekomen. Maar ik weet in godsnaam niet waar. Ik weet niet waar dat land zich bevestigt. Ja, ergens in de mapkaart. Maar ik weet niet waar. En het zag er verschrikkelijk mooi uit. Het leek net een hele grote mooie haven met allemaal bootjes. En voor mij ook een vliegveld zelfs. Het zag echt heel gaaf uit. Wat is mijn hoorn? Mijn toeter. Klinkt wel redelijk. Ik mag hier 70 trouwens. Ik weet niet waarom er dan 50 staat aangeven onderin, links onderin in mijn scherm. Maar ik mag 70 rijden, dus ik hou me ook gewoon aan de speed limit. Warszawa. Nou, en natuurlijk zijn we benieuwd dat natuurlijk over enkele maanden de nieuwe
American Truck Simulator uitkom. Ja, grafisch gewoon verbeterd. En er zit ook gewoon een soort singleplay verhaal, campagne in, geloof ik. Gewoon een campagneverhaal die je kan volgen. En gewoon ook met personages die gewoon echt met de mond bewegen en zo. Het is best wel geupgrade. En ja, natuurlijk draait het natuurlijk wel om het rijden van de vrachtwagen of het leveren van je spullen. Dus ik ben benieuwd als er missies toegevoegd worden. Dan kun je misschien wel XP verdienen. En ja, dat is leuk voor je level. Want nou moeten we verdienen eigenlijk... we moeten gewoon rijden en daardoor verdien je geld. En hoe minder je botst, hoe meer XP je krijgt eigenlijk. Is al slim gedaan op zich. Heel slim gedaan. Makers hebben het goed voor elkaar gekregen. En Polen is helemaal niet zo slecht. Ik weet niet, ik vind de omgeving gewoon lekker relaxed. Ik zit te kijken en ik heb helemaal geen klachten of zo. En ik rijd lekker, ik rijd 80 terwijl ik 70 mag. Dus ik hou mijn gaspedaal even een beetje los. Ook zo onnodig hier rechts. Zou je daar dan moeten parkeren of zo? En moeten genieten van dit prachtige weiland hier. Nou, of een, ja, een weilandje met een boerderijtje. Oké. Ik hou me echt strikt aan de snelheid, mensen. Ik heb geen zin om boetes te krijgen. Echt niet. Warszawa. We gaan naar Warszawa. En ik snap niet hoe we rijden. Want we rijden echt serieus door Polen natuurlijk een gedeelte. En we gaan naar Duitsland. En wat nou zo leuk is, is dat we bij een nieuw gedeelte in Duitsland komen. Ja, dus misschien zien we ook nieuwe... We zien natuurlijk ook nieuwe wegen. En ja, dat is fantastisch. Want als we nieuwe wegen hebben, dan hebben we ook nieuwe omgevingen. En Duitsland, we zitten bovenaan Duitsland. Dus een beetje bij de top. Bij Noorwegen in de buurt. Daar moet je ongeveer bij gokken. Duitsland is natuurlijk ubergroot. En ja, dat is dan leuk om dan een keer helemaal bovenaan in Duitsland te gaan. Nou, het is ook lekker overdag. En dat vind ik heerlijk, dat weten jullie. Alhoewel, als ik naar de tijd kijk... Wordt het wel 's avonds? Ik bedoel, het is al bijna 6 uur, of een half uurtje. En we mogen hier 50, dus ik ga snel gas minderen. En dat komt waarschijnlijk door deze bocht. Uit veiligheid gaan we echt richting Warszawa. Oké, we gaan richting Warszawa. En we mogen nog steeds 50. Ik hou me gewoon netjes eraan hoor. Kom echt waarschijnlijk door die bocht hoor. En daar zien we ook mensen aan het werk. Ik had ooit een missie gespeeld, dat weet je misschien wel als je de serie volgt. Dat ik een... Toen kwam er een spoorweg en daar moesten we overheen met een grote soort file. Ik heb trouwens nog nooit een file meegemaakt in de game. Daar ben ik eigenlijk stiekem blij om, maar eigenlijk ook weer niet. Want ik zou gewoon een file willen meemaken. Het lijkt me fantastisch om een keer mee te maken. Ja, ik baal altijd in het echt ook. Want ik weet nog met de uitreiking toen ik mijn diploma mocht halen op school. Toen waren we ook, was ik met mijn ouders naar Rotterdam. En je zal altijd merken, het is nooit file. Maar wanneer jij dus naar je uitreiking moet om je diploma te halen, dan is er dus een file. En ja, balen. We waren bijna 20 minuten te laat met de uitreiking. Maar mijn klas was gelukkig nog niet geweest, dus ik was op tijd. En ik viel bijna op de grond, omdat het was zo donker in die theaterzaal. Ik zag gewoon heel weinig. Dus ik moest eigenlijk, voelend, moest ik eigenlijk de trap af. Heel raar was dat. Hè? Nou, en toen, ja, maar dan zul je dus zien dat de file, we hebben gewoon bijna anderhalf uur in de file gestaan. En ja, ik denk dat lopen nog sneller was natuurlijk, maar ja, het is, nou ja, lopen naar Rotterdam vanaf mijn huis is niet echt te doen. Dan ben je wel echt een dag mee bezig, denk ik. Maar, nou, zeker wel een hele dag. Zeker weten. Je komt er wel, alleen het duurt heel lang. Ik raad het ook niet aan, hoor. Ik ga wat gas minderen, want... Het is ook wel echt een saaie weg. Het is een beetje... Nou ja, ik moet zeggen... Snelweg vind ik saaier. Maar dan zie je wat meer. Het is zo stil. Er rijden geen auto's haast. Ja, hier een paar autootjes. Nou, hallo. Ik toeter even. Oh. Toeter terug. Oh, er komt nog iemand naast me. Zie je dat? Als je mee wil, kan je gewoon hiernaast, hè? Gewoon daar zitten. Goed zo. Hè? Maar dit is nog steeds niet mijn eigen truck. Ik doe nog steeds eigenlijk snelle vrachtmissies. En dat komt omdat ik eigenlijk... je mag hier 80 trouwens. Fijn dat dat staat aangegeven in deze truck. Ik heb het gevoel dat dat nooit stond aangegeven in mijn truck. Zeg maar op mijn navigatiesysteem. Want je mag hier nu 90. Dus ik ga nou wat gas natuurlijk toenemen. En natuurlijk in Duitsland mag je volle gas vooruit. Oh, we gaan even... Ik rij echt weer roekeloos. Maar ik weet dat er niks achter me zit. Wat is dat daar? Zijn dat hooibalen langs de rivier?
Lijkt net van die tipi-tenden. Zitten daar Indianen of zo? Wat de hel? Nou, Sonny gaat onder met een lach. Teletubbies zegt maar, dag. Het is bijna aan de nacht worden en daar baal ik van. Mijn lamp staat gewoon continu ook aan. Dat is echt accuverbruik, dat wil je niet weten. Maar over 13 uurtjes zijn we alweer gearriveerd. Het gaat hard hoor, als je lekker op de weg bent. Ik heb ook lekker mijn gas ingedrukt. Wat raar, langs de kant van de weg stond dat ik 90 mocht. En nu staat er links onderin staat 80. Dat vind ik jammer. Je verandert dat dan ook gelijk naar 90. Nu ben ik weer in zo'n onzeker circuit, weet je wel. Van mag ik nou 90 of mag ik nou 80? Hè? Ja, er komt een auto langs me. Kijk, rij je ook als gek hoor. Ja, ik ben toch wel een van de beste van het land. Dat is gewoon, dat hoor je in nummer. Ja, gewoon goed. En een leuk bruggetje. Oh, dat vind ik zo schattig. Dat vind ik leuk. En ik heb zin om hard te rijden met die auto's mee. Waarom maken ze niet een car simulator? Ja, maar wat zou je dan doen? Moet je dan... Oh, nee, TNT postbezorger simulator. Daar ga je dus pakketjes bezorgen en dan ga je langs huizen. Oh, ontwikkelaars die nu kijken naar mij. Ontwikkelaars, luister goed naar mij. Maak TNT simulator of TNT post simulator alsjeblieft. En laat ons pakketjes bezorgen met een bestelbusje. Alsjeblieft doe het. Alleen maar Nederland is genoeg. Maar dan moet je heel Nederland namaken. Hè? Met alle straten en woonwijkjes. Zo, dan ben je bezig. Dan ben je heel hard bezig. Dat zal dan nog wel groter worden dan GTA natuurlijk. Ja, dat kost gewoon heel veel tijd. Daar kan je aan beginnen. Maar je zou net als Euro Truck Simulator... zou je dus kunnen instellen dat je een aantal woonwijken... afzet. Dat je daar niet in kan. En dan... zou ik een stuk of 60, 70, 80 woonwijken maken? Dat zou of steden of dorpjes? Dat zou op zich wel kunnen hoor. Ja hoor. En dan zou ik gewoon eerst de provincies doen. Zoals Amsterdam, Groningen, Utrecht. Schavenzanden. Oh, dat is niet echt een hoofdstad natuurlijk. Maar ja, dat zou best wel een leuk idee zijn joh. Ik denk, als ik het kon, had ik het ontwikkeld. Maar ja, dan zit je ook weer van, kan ik dit wel bij de Free Record Shop laten verkopen? Of bij de Bart Smit Chinees? Vincent presenteert TNT Postbezorger Simulatie 2014. Ik maak er dan wel gelijk 2015 van, want eerst dat die game klaar is, zal het 2015 zijn. Ik moet kijken waar we zitten, jongens. We gaan toch richting Warszawa. Ik zei het hè, tegen jullie, we gaan richting Warszawa. Dat ligt nog in Polen, hè? Ik ga me niet op de stoep rijden, trouwens. We mogen hier 50. Ik hou me gewoon netjes aan die... Ik hou me echt goed aan die limiet. Ik ben echt goed bezig. En je wilt ook niet weten dat ik achterin twee van die grote graafmachines heb. Of van die... Ja, hoe heette dat? Wat stond daar? Ja, gravers heet het eigenlijk. Gravers. Het gaat gewoon lekker dit, hè? Het gaat gewoon lekker. Ik ben gewoon lekker bezig. Ik voel me goed. En ook wel een beetje omdat het dag is, hoor. Kom op. Rijden. Ik geef een hondje. Kom op. Yes. Ja? Kom op. Ja, kom op. Ik neem een brede bocht, want ik heb natuurlijk gravers achterop. Dit was een shun bochtje. Ik raak het bordje. En ik weet niet wat de boeteman daarvan denkt. De politie. Nee, geen boete. Mooi zo. Politie is aardig. Dit keer. Geen stoplicht hier. Daar ben ik ook blij om. Eindelijk een soort split. Of een soort halve kruising. Waar geen stoplicht in zit. Dat mag ook wel. Dat is ook wel een beetje geschiedenis hoor. Geschiedenis van de Euro Truck Simulator 2014. Het loopt zo vloeiend, de game. Het is zo fijn. 90 km per uur mag ik hier. Lekker vaartje. Heerlijk. Ah, dit gaat lekker hoor. Binnenkort treinreizen. Als deze aflevering... Trouwens, als deze aflevering uit is, zit ik in... Moet het nou? Ik ben enthousiast en gelijk weer snelheidsboete. Kom op. Oké, ik moet tol betalen. Dan vertel ik daarin het verhaaltje waar ik nu ben op dit moment. Want ja, ik heb dit eerder opgenomen, maar ik ben nu ergens in Limburg. Oké, wacht even. Ik ga hier even betalen, de tol. Hallo meneer de tol, mag ik een kaartje van u? Dank u wel. De tol gaat open, ik mag doorrijden. Allee. Allee, mag ik doorrijden, zeg? Allee. Met de twee gravers.
Ja, dan gaan we over de tor. Amai. En die meneer rechts staat ook maar een beetje te tukken. Staat maar een beetje te tukken. Mag 70 km per uur. Dat mag wel even op gang komen. Kom op, kom maar even op gang. Je bent 55 km per uur. 55, dat is veel te weinig. Mag, moet je kijken, 110 mag je. 110, nou heb ik dat nooit gezien van de tolweg. 80 km staat aan, je mag 110. Ik ben in Limburg, mensen. Ik ben in Limburg vandaag, hè. Ik ben op vakantie nu. En jullie kijken gewoon naar de Vinstal Games. Terwijl ik op vakantie ben. Ja, het is toch wat. Ja, nee, ik ben bij Roy vandaag. En ik ben gewoon anderhalve week bij Roy nu. Ik zit nou bij Roy, dus verwacht op mijn kanaal ook wel exclusieve video's bij Roy. Vanaf vandaag is dat mogelijk dat er al misschien vandaag een exclusieve video op mijn kanaal komt. Of misschien nog morgen. Ja, je mag hier 110 rijden. Ik ga deze inhalen, die man. Hij rijdt voor mij een beetje te sloom. Ik moet eruit kijken, want we hebben natuurlijk een flinke lading gravers achterop. En ik wil eigenlijk niet te hard. Ik weet dat ik 110 mag. En ik weet niet, er staat 80 aangegeven en ik ben weer een beetje onzeker. Ik ben echt onzeker hoe hard ik hier mag rijden. Maar ik vind het zo'n lekker vaartje. We gaan zo lekker door. Doorgaan! Wij willen doorgaan! Oeh! Kijk uit, Vincent. Laat je niet afleiden door een toeter, alsjeblieft. Ik ga 100 km per uur. Ik vind dat een mooie snelheid. 110. Oh, je mag 110. We gaan gewoon een lekker vaartje. Kijk, dit vind ik fijn. Ik merk dat ik richting Duitsland ga. Duitsland mag je natuurlijk keihard rijden, dat weten jullie, hè? Soms op de snelweg mag je oneindig hard rijden, hè? Er is geen speedlimiet. 90. Nee, zie je? 70. Je moet langzamer rijden hier. Je moet gas afnemen hier. Dat betekent dat we bij de tol aankomen, dat dit de tol al was. Dat ging snel. We hebben ook een keer een aflevering gehad, 40 km per uur. Ik ga snelheid afnemen. Een keer mochten wij 3 tols hadden we toen. Of 3 of 4 tols op 1 aflevering. Ongelooflijk. Of verdeeld over een paar afleveringen, geloof ik. De reisjes duren best wel lang namelijk. Ik ga hier aanmeren. En ik zeg, nou zeg, ik wil wel even die tol betalen. Hallo meneer, verstaat u mee? Ik wil de tol betalen. Ik betaal 6 euro. Nou alsjeblieft, ik betaal 6 euro. Mag we gelijk doorreden. Nou dank u wel meneer, ik zie u volgende keer weer als de tol moet betalen. Heb ik gelijk voor de gravers betaald. 3 op stuk. 2 gravers. En er staat een luchtballon in de verte, zie ik. En rechts staat er ook weer een vrachtwagen te snurken. Nou, lekker slapen zeg. Nou, lekker tukken doen. Het is woensdag. En is het nou ochtends of zo? Ik snap er nou geen reet meer van. Is dit nou ochtends half 8? Dan is het gewoon fijn. Dan is het gewoon fijn. Dan hebben we gewoon de hele dag lekker overdag lopen racen. 110 km per uur. Reken maar dat ik de gaspedaal ingedrukt hou. Reken maar. Reken maar. Je kan er maar rekenen. Te asociaal. Gelijk na een tol, gelijk we zo agressief rijden. Ongelooflijk. Nou, we blijven op deze weg. We gaan richting Kotowice. Nee, we gaan niet richting Kotowice. We gaan daar zeker niet heen. We gaan kijken waar we zitten. We zitten op. We gaan langs Lodz. Dat plaatje heet Lodz. Ja, wacht jij eens even naar rechts. Ha, gelijk weer invoegen terwijl ik eraan kom. Ik zie het wel. Lodz. Dag Lodz. Hier links zit Lodz. Rechts niet. Links alleen. Links zit Lodz. Rechts is geen Lodz. Ik ga hem inhalen hoor. Die meneer met die boomstammen is mij te gevaarlijk. Gevaarlijke man met je boomstammen. Waarom zou je boomstammen moeten vervoeren? Doe eens even normaal. Ik heb 2 gravers. Ik ben specialer. 2 gravers. Ik weet dat je moet altijd rechts rijden. Ik weet het. Links is voor rechts. Altijd vrouwen moet altijd rechts. 110. Je mag nog steeds 110. Ik ga gewoon lekker door hoor. Ik race gewoon lekker door. 110 km is gewoon lekker. 90. Oh. 70. Komt er weer een tol. Allemaal magisch jongens. Is dit Tolland? Ik mik Tolland. Jongen. Ongelooflijk, moeten we weer tol betalen. 40 km per uur. Ja, ik neem al speed af. We hebben al 1 boete gekregen, ik weet het. Damn it. Hé? Nou, we gaan weer tol. Hallo meneer, ik ben er weer. Ik ben weer tol betalen. Tol betalen. Nou, mag ik tol betalen? Betaal voor 6 euro daar? Weet ik niet, maar ik moet nog niet nu tol betalen. Oké, we gaan hier zo. Hup. Begin van de tolweg.
oppassen! Ik heb ook nog geen één keer gebotst, hebben jullie gemerkt? Ik heb alleen maar snelheid heb ik overtreding gemaakt. Is helemaal niet erg. Gaat helemaal niet veel geld af hoor. Helemaal niet. En ik heb 456.000 euro. En ik heb nog steeds medewerkers die voor mij werken, hè. Fantastisch. Die verdienen gewoon centen voor mij, hè. Ik ben niet zo arm. Heb ik drinken meegenomen? Shit. Dat betekent dat ik naar een tankstation moet gaan. Maar nog steeds 70 hier. 80 staat aangegeven, maar het staat op bordje 70. Volgens mij, die navigatie houdt mij een beetje in de maling. Ik heb het gevoel dat hij in mij de maling houdt. Want daar staat 80 en op de bordje staat 70. Dat is een verschil van 10 km per uur. Joh, Vincent, jij kan rekenen. Nou, dankjewel. Maar dat is raar. Heel raar. Dus die navigatie klopt sowieso weer niet. Kijk, rechts zo mooi, hé. Boerderij. Een boerderijtje. Boerderijtje met schaapjes. Schaapjes moet je scheren, ik heb je wol. Met wol kan je lekker jasje maken voor de winter. Of je kan verbranden, maar dat is niet de bedoeling. Gewoon een lekker een jasje van maken. Lekker wol. Of een kussen. Jij slaapt toch altijd op die baksteen? Dan kan ik gewoon een kussentje maken. Is lekker hoor. Ik ga mijn navigatie zo even zo stellen hoor. Want ik mag 80 en ik rij 101. Ik durf het niet aan. Ik neem wat gas terug. Ik heb nog geen borden gezien langs de weg. Ik kan wel parkeren. Ik hoef wel niet te tanken. Het is nog niet zo ver dat ik denk van... nee. En er zit weer een man voor me en die rijdt ook wel ongeveer rond de 90 km per uur hoor. Kijk maar, ik blijf ook 90 rijden en ik haal hem eigenlijk niet in. Hij rijdt eigenlijk iets zachter dan 90 denk ik, want ik ga hem bijna inhalen. Zal ik hem inhalen? Ik ga hem inhalen, ja. Het is een bus, touringbus. Kan ik naar links? Ja, ik kan naar links. Even kijken of ik naar links kan kijken. Hallo! Oh, ik had bijna die bus aangereden. Ik moet echt opletten hoor. Maar ik kan, ja, als ik natuurlijk naar rechts kijk, verander mijn kijkpunt. Heel raar rij is dat. Ik moet trouwens naar rechts weer. Mag ik op de linkerbaan blijven rijden? Ik ga mijn snelheid van die auto's aanhouden. Nou mensen, ik ga het afsluiten voor deze keer. Volgende keer zijn we terug en dan gaan we door met de race. Doei doei!